Het is een typisch gebouw uit de wederopbouwperiode. Het is begin 50e jaren neergezet als stadstimmerhuis. En dat was toen een gebouw waar de gemeentelijke technische diensten in gehuisvest waren. Architectuur is van Koops, die was toen stadsarchitect en die heeft wat bescheiden gebouwd omdat hij het gebouw niet wilde laten overheersen ten opzichte van het stadhuis en het postkantoor dat er vlak naast ligt. En het wordt nu weer opgeknapt, het is ook een gemeentelijk monument en het moet dus in stand blijven. Een stukje voor Rotterdamse begrippen Oud-Rotterdam, wat nu gehandhaafd wordt, en dat is toch wel erg leuk. Alles wat jonger is dan 50 jaar, een dikke kans om gesloopt te worden.